leuk dat je weer kijkt naar All These Games. Vandaag ga ik verder met The Sims 4, beleef het samen. En we beginnen vandaag de aflevering zwemmend. Volgens mij heb ik dat nog nooit gedaan. Of in ieder geval, ik kan me niet herinneren wanneer ik de aflevering zwemmend ben begonnen. Maar Rose is lekker aan het zwemmen. Oh my god, het ziet er eigenlijk wel heel raar uit hoe ze zwemt. Het ziet er echt raar uit als Sims zwemmen, kijk nou. Oh my god, nou zo zwemmen echte mensen hier. Of wel, ik weet het niet, maar het ziet er in ieder geval wel raar uit. Kijk nou. Oké, dat wil ik even zeggen. Maar we gaan vandaag weer verder natuurlijk met de Sims. Doe vast een duimpje omhoog als je er zin in hebt. Ja, waarom niet? En we gaan even uit het zwembad. Want in de vorige aflevering hebben we natuurlijk geprobeerd een kindje te maken. En toen had ik jullie helemaal in spanning gehouden van dat ik pas in de volgende aflevering zou zeggen. Of we zwanger zijn of niet. Dus we gaan naar de... Ik kon je brievenbus niet bereiken. Oh, waar is onze brievenbus dan? Hebben we überhaupt een brievenbus? Nu ik het zo bekijk, volgens mij hebben we helemaal geen brievenbus. Ik weet trouwens niet waarom Sam voor de deur staat. Maar, oké, we hebben dus geen brievenbus. Nou, die ga ik dan meteen eventjes aanschaffen, want dat is niet echt handig. Waar kan ik dat überhaupt kopen? Kun je dat kopen, een brievenbus? Dat moet wel. Dat moet je wel kunnen kopen. Oké, ik ga dit even opzoeken. Brievenbus. Ik heb geen idee in welke categorie ik moet kijken. Ik heb echt geen flauw idee. Dus even kijken. Nou, zou het hier staan? Of zit het misschien in de bouwmodus? Ja, ik heb echt geen flauw idee hoor. De bouwmodus, dit. Misschien dat die hier ergens staat. Muur, nee, terrein, fonteinen, nou, dat is het ook allemaal niet. Hè? Waar staat dan de brievenbus? Ja, het moet wel ergens bij buiten dingen staan, toch? Het is geen decor. Oh, vuilnisbak en brievenbussen. Krijg nou de ballen. Het staat gewoon hier. Even kijken, waar ga ik hem neerzetten? Ik ga hem hier neerzetten. Dat vind ik wel een mooie plek. Ik weet nog niet of we dus al een brievenbus hebben, maar ik denk het niet, want ik kan hem niet vinden. In ieder geval, Rose moet heel nodig naar de wc en dat is een mooi moment om te gaan kijken of we zwanger zijn. Zo, even ons Allah's kleding aan. Dus we gaan een zwangerschapstest doen en ik ben heel erg benieuwd. En ik denk dat jullie ook heel erg benieuwd zijn, want ik heb jullie natuurlijk vorige keer helemaal in spanning gehouden. Dus we gaan het zien. Is Rose zwanger, ja of nee? We gaan er nu achter komen. In 3, 2... Ja! Ik telde niet goed af, maar we zijn zwanger. Confetti all over the place. Dus, nou oké, we zijn zwanger dus. En we gaan het denk ik meteen aan Ruben vertellen. Oh, Ruben, we gaan het gewoon al vertellen terwijl we nog op de wc zitten. Waarom niet? Het kan allemaal natuurlijk. Vindt hij het leuk? Oké, ja, hij vindt het denk ik wel leuk. Nou, dan weten we dat ook weer. Rosie krijgt weer een kind, ze is weer zwanger. Eerst was ze zwanger van Sam, die staat hier. En nu is ze gewoon zwanger van Ruben, zoals het ook eigenlijk hoort. Het is helemaal leuk. Even kijken, hij gaat eventjes gamen, ik weet eigenlijk niet waarom. En Rose gaat eventjes... we gaan eventjes met Sam kletsen. Ik weet niet waarom, maar het is natuurlijk nog wel steeds zijn stiefvader. Zullen we... Ja, we gaan vertellen dat we zwanger zijn aan Sam. Oh my god, dat is wel heel erg. Ik denk dat hij boos wordt, of niet. Nou ja, we gaan erachter komen. Oh, ja, hallo. Oké, ik ben benieuwd hoe hij gaat reageren. Oh. Vindt hij het nou leuk of niet? Ja, hij vindt het leuk! Oh my god, hij vindt het leuk dat we zwanger zijn, terwijl het niet van hem is. Oh my god. Zijn we nou nog steeds tortelduifjes of zo? Ja, we zijn nog steeds geliefden. Nou. Wordt ook niet veel meer. Sam is romantisch, ja dat wist ik al. Nou, dit is dus... eigenlijk moeten hun dus een relatie hebben, want hun hebben samen een kind genaamd Jay. Die is nu naar school trouwens. Maar ja, het is allemaal vreemd. In ieder geval, Sam die gaat er weer vandoor. De bal is Sam. Laten we weer eens even viool gaan spelen. Weet je wat ik trouwens ook vandaag eigenlijk wil doen? Ik wil ook kampvuurfeest geven ofzo, want we hebben hier een heel mooi kampvuur. Dus het leek me leuk om dan een kampvuurfeest te organiseren. Kunnen we ook gelijk aan iedereen vertellen dat we zwanger zijn en zo. Helemaal leuk, helemaal dubbel feest. Dus dat leek me wel leuk om te doen. Even kijken, Jay moet er eventjes vrienden maken. Of, nee, moet niet. Oh, wacht, hij is al klaar van school. Nou, dat heeft niet zoveel zin gehad. Hij is gespannen. Oh jee. Hij is gespannen. Oh, nu niet. Nu is hij geïnspireerd. Nou, dan mag hij van mij eventjes lekker naar de kinderzender gaan kijken. Om eventjes te ontspannen. Nou ja, niet dat je echt kan ontspannen hier in deze kamer met de radio aan en de viool. En de tv. Wat zei ik nou? De tv. Beetje heel veel geluid door elkaar hier in de woonkamer. Maar hey, het moet allemaal kunnen toch? YOLO. Roos heeft bijna een nieuw niveau van de viool, zie ik. Niveau 6 al? Jeetje, wat gaat dat weer snel, joh. Nou, dan vind ik het nu alweer genoeg met het violengeschreeuw. Ik vind viool is trouwens een van mijn favoriete instrumenten. Ik vind het echt geweldig. Maar hoe zij het bespeelt vind ik een beetje irriterend op dit moment. Maar dat is misschien ook omdat alles al het geluid door elkaar heen gaat. Dat is ook niet zo chill natuurlijk. Oké, Rose gaat eventjes lekker onder de douche. Ze is super gelukkig. Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi dat ze gelukkig is. Dat willen we natuurlijk ook zo zien. We moeten wel eventjes aan Jay vertellen dat we zwanger zijn. Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Waarom zou dat nou weer niet kunnen? Dat gaan we dan maar eventjes doen, want hij mag dat natuurlijk ook wel weten. Dus hij krijgt een broertje of zusje bij. Ik hoop een zusje. Ik hoop dat het een meisje wordt, had ik al eerder gezegd natuurlijk. Omdat we hierboven een hele mooie meisjeskamer hebben. Hier zo. Dus ik hoop dat het een meisje wordt, maar we gaan het zien. Jay is goede vrienden geworden met Roos. Nou, wat leuk. Ah, kijk nou. Dit is echt moeder en zoon goals. Wat? Moeder en zoon goals. Nee, dit vind ik wel cute dat ze zo zitten. Wat een cuties zijn het toch. We gaan hem eventjes een waardevolle les geven. Dat verdient hij wel. Of, nou ja, ik weet niet. Verdient hij wel? Dat is voor iets raars. Even kijken. Ruben heeft nu alweer genoeg gegamed. Ruben is al heel de tijd boos. Maar dat komt omdat hij dus kwaadaardige eigenschappen heeft. Maar hij moet echt even stoppen met boos zijn. Kijk, we kunnen ook niet hem laten dimmen of zo. Of weet ik veel. Nou ja, het zal wel. Ik denk dat ik gewoon mensen ga uitnodigen voor het feestje. Ik ga dat gewoon doen. YOLO. Even kijken. Een sociaal evenementplannen doen we dan natuurlijk. Dan gaan we weer lekker even een feestje organiseren. Maar dit kinderprogramma trouwens. Dit is echt gewoon... Hoe noem je dat? Hoe noem je dat nou? Hypnotiserend zo met al die dansende mensen zo. Ik vind het echt geen leuk programma. Ik bedoel, ik zou er echt niet naar kunnen kijken. Dan word ik echt gek. Maar we gaan een... Oh, we kunnen geen kampvuurfeest geven. Het is een knakworstfeest. Ja, dat vind ik ook prima. Het zal mijn zorg zijn hoe het heet. Zo, wij zijn de organisatoren. Ik legde de klemtoon niet helemaal goed volgens mij. Jay nodigen we natuurlijk uit. Even kijken, Jessie Button. Nou, dat kan. Ja, we kunnen Jessie wel uitnodigen. Evie, April. We moeten ook eventjes de zus van Ruben uitnodigen als het kan. Alice natuurlijk. En de vader van Ruben mag ook komen. Max, Luke, Luna. Huh? Wat? Oh nee! Oh, ik dacht eventjes van, hè, zijn Luna en Roos geen beste vriendinnen meer? Maar dat was natuurlijk Noah en Luna die beste vriendinnen waren. Oh, kijk nou! Noah die is ook een oudere geworden. Krijg nou toch de ballen, wat een gekkigheid. Nodigen we Sam uit? Ja, waarom niet, hè? Oké, we hebben superveel mensen uitgenodigd. Wie wordt de grillmeester? De grillmeester, dat wordt... Ja, wie wordt dat? Sam. Sam, die wordt de grillmeester. Zo, nou, we gaan even lekker een feestje vieren. Hier zo gewoon lekker in ons eigen huis. De host heeft een koelbox nodig en we hebben een kampvuur nodig. Nou, dit is toch een kampvuur? Of ben ik nou helemaal gek geworden? Dit is toch een kampvuur? Ik moet alleen wel even een koelbox aanschaffen, maar dat kunnen we regelen. Hier, zo. Nu hebben we een koelbox. Maar dit is toch een kampvuur? Hier, uitslaand kampvuur. Ik snap nou niet waarom dat dan zegt, dat we daar een melding mee kregen. Maar oké, we gaan eventjes onze feestkleding aandoen. Feest, zo. En Jay gaat ook even zijn feestkleding aandoen. En nee, we gaan niet eten, want er wordt straks knakworstjes gemaakt, toch? Of dat moeten we zelf gaan doen. Een maaltijd op de barbecue bereiden. Nou, laten we dat anders eens gaan doen. Of nee, we gaan hotdogs roosteren. Hotdogs roosteren? Hotdogs rooster je toch niet? Of ben ik nou helemaal gek geworden? Nou, we gaan in ieder geval eventjes het vuur ontsteken. Zo hé. Nou, het vuur is er hoor. Even kijken. Vuurdans. Waarom kan dat niet? Niveau 3 van dansvaardigheid nodig. Oké. Oké, we kunnen blijkbaar geen hotdogs roosteren. Ik weet niet hoe dat dan werkt. Maar we gaan wel gewoon eventjes dan een... Of nou ja, dat hoeft helemaal niet. Want Sam is toch de grillmeester. Dus we hoeven helemaal niks zelf te maken, neem ik aan. We gaan wel eventjes met Luke kletsen. En het grote nieuws bekendmaken natuurlijk. En Jay die gaat eventjes kennis maken met wat meer mensen. Even kijken, met wie kan hij eventjes kennis maken? Wie is leuk? Oh, Jessie. Wat is Jessie nou weer aan het doen? Oh, ze slaat de beer! Nou, ze slaat de beer. Waarom slaat ze de beer nou? Nou, dat vind ik zielig voor de beer. Nou, dit is dierenmishandeling. Waarom slaat ze de beer nou? Wat een gekke dame is dat. Nou, in ieder geval, waarom gaat Sam niks op, op de barbecue maken? Ik snap het niet. En dan ga ik het zelf wel doen. Grillen. Wat gaan we maken? Hamburgers. Ik snap niet waarom Sam het nou niet gaat doen, want Sam is de grillmeester. Maar oké, het zal wel. Dan gaan we het wel lekker zelf doen. Hey, Noah is er. Noah Wilson. Nou, we gaan ondertussen even met Noah praten. Niveau 3 van koken. Nou, ik vind het helemaal mooi. Kijk hoor. oprecht compliment geven. Noah ziet er wel leuk uit met dat grijze haar. Ook al vind ik haar rode haar leuker, maar ze ziet er ook wel leuk met grijs haar. Dat moet ik wel eventjes zeggen. Iedereen heeft alweer eten uit de koelkast gepakt ondertussen. Ja, dat snap ik ook wel. Kijk, we moeten ook nog 3 uur chillen bij het kampvuur. Maar hoe dan? Hier, het kampvuur gaat alweer uit. Kijk, olie op het vuur gooien. Nou, dat gaan we dan maar eventjes doen. Drankjes uit de koelbox drinken. Oh, dat moeten we ook allemaal doen. Jongens, ik hou het allemaal niet meer bij. We gaan eerst even een portie pakken, want Ruben heeft een beetje honger. En waarom gaat Roos geen portie pakken? Want ze sterft van de honger zowat. Dat is ook niet de bedoeling. Zo. Oh, gaat hij al olie op het vuur gooien? Nee, nou, dan gaat Ruben dat maar eventjes doen. Kom op jongens, anders dan halen we nooit een medaille als niemand wat doet. Dat is ook niet fijn. Waarom gaat hij nou weer in het zwembad zitten? Je moet olie op het vuur gooien, niet in het zwembad zitten. Oh my god, ik ga zo bed, hè. Dit is echt alweer een verpest feest. Echt, alles gaat weer fout. En Alice hier, die zit bedorven chips te eten. Ook lekker, maar niet heus. Nou, wij gaan wel eventjes met Evie praten dan, hè. Ja, ik weet niet, niemand die wil iets doen, dus dan gaan we maar met Evie praten. Over muggen klagen. Waarom nou weer over muggen? Bespreken of er een blok op het vuur moet worden gegooid. Nou, is dat even leuk om te bespreken. Ruben, je bent echt een sukkel. Waarom ga je nou niet eventjes het vuur weer aanmaken? Want zo komen we er nooit, hè? Zo halen we nooit onze doelen. Kom op, steek dat vuur aan. Ben je helemaal betoeterd. Oh, daar gaat het hoor. Hupsakee. Oké, dan gaan we hier nu maar chillen, denk ik. Kan dat wel, of is daar geen plek voor? Oh, wat gaat hij nou weer doen? Oh my god, nu moet hij weer naar de wc. Oh god, jongens, wat een drama weer. Wat een dramafeest. Ik dacht lekker leuk, een kampvuurfeestje, maar nee hoor, alles gaat weer de mist in. Er zijn ook superveel mensen, echt gewoon te veel mensen volgens mij, maar oké. Even kijken. Jay, ga jij eens eventjes kennis maken met iemand of zo? Ik heb geen idee met wie. Met Alice, ja. Waarom niet? Maak even lekker kennis met Alice. Want dat is je tante, toch? Zeg ik dat goed? Ik kan het niet zien. Waarom kan ik het niet zien? Oh, het is geen familie. Oh nee, zeg ik het weer fout? Jay is natuurlijk helemaal geen kind van Ruben. Waarom zeg ik dat dan elke keer? Ik ben niet helemaal bij de les volgens mij. Maar hij gaat dan maar even zijn huiswerk maken. Terwijl we op een feest zijn. Ja, hartstikke leuk. Oh, Sam die ruimt op. Wat een schatje. Nou, dat vind ik dan wel weer lief van hem. Dat hij eventjes voor ons opruimt. Hier olie op het vuur gooien. Jongens, waarom kon nou niemand bij het vuur zitten? Hallo, het is een knakworstfeest. Geen tv-feest. Iedereen zit hier maar een beetje tv te kijken. Oh, god. Oh, hij gaat ineens dansen. Chillen. Nou, we gaan chillen bij het vuur dan maar. Is dit chillen? Waarom danst hij terwijl er geen muziek is? Oh, nou, het feest is mislukt. Nou, dankjewel hè, jongens. Jullie hebben het allemaal verpest. Potverdorie. Alles is mislukt. Hier, ik wil vragen of ze... Nee, trouwens, laat het maar zitten, want het is veel te laat. Ja, je hoeft nu niet meer te chillen, Ruben. Het is al te laat. Je hebt het al verpest. Hier, het moet ook weer opgeruimd worden natuurlijk. Dat ga ik wel weer doen. Zo. De rest mag je lekker zelf doen, Ruben. Doei. Wat een gekkigheid. Nou, dat was het feest. Lekker mislukt weer. Echt, dat heb ik zo vaak dat een feest mislukt. Soms dan lukt het wel en soms niet. Maar dit keer was het dus heel erg mislukt. Wat glimt er hier allemaal? Oh, dit zijn allemaal fruitboompjes. Oh, wat leuk. Oké, die moeten we even een keertje gaan plukken. Maar dat ga ik niet nu doen. Wat gaat Roos doen? Slapen. Ja, dat vind ik een heel goed idee. Ruben gaat ook gewoon lekker slapen als hij zijn spullen heeft opgeruimd. Nou, weet je, ik help wel eventjes mee. Want anders komt er nooit wat van. Wat gaat hij nou weer doen? Kletsen? Nee, we gaan slapen. We gaan niet kletsen. Hier, ik ruim de bekers wel weer op. Godverdorie zeg, niemand kan hier ook iets zelf. Zo, was dat alles? Ik heb geen idee of dat alles was, maar daar komen we snel genoeg achter. Hij gaat nou eventjes onder de douche, want hij stinkt naar vuur denk ik. Ook al heeft hij amper bij het vuur gezeten. En Jay moet eventjes opschieten met zijn huiswerk. Oh, hij heeft het al af. Nou, kijk eens aan. Jongen, ik ben helemaal trots op je. Ik ben hartstikke blij. Zo, dan gaan we lekker slapen. Zit er dag er weer op. Beetje jammer dat het feest mislukt is. Maar weet je wat ik leuk zou vinden? Ik zou het echt leuk vinden als Roos bijvoorbeeld een tweeling of zelfs een drieling krijgt. Ik heb 1 keer een drieling gehad. Niet in de serie, maar wel toen ik zelf zeg maar de Sims speelde. En dat was echt leuk. Het is wel heel chaotisch een drieling. Het is echt drama. Maar het is wel leuk. Het lijkt me wel gewoon leuk om dat een keertje YOLO voor de grap te hebben. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet kiezen. Waarom komt Janie naar boven? Wacht, waar is die überhaupt? Wat? Waarom staat hij hier? Hallo? Doe eens even normaal. Waarom gaat hij hier naartoe? Wat is dit voor gekkigheid? Ga naar je bed. Wat de hel is er aan de hand? Ik snap niet wat er nu gebeurt. Waarom gaat hij nou helemaal hier naartoe? Wat? Oké, hij gaat serieus gewoon nog verder lopen. Ik weet niet wat hier gaande is, jongens, maar... Jeetje, we kunnen trouwens wel ver lopen. Maar waar gaat hij naartoe? Even serieus. Of gaat hij nu weer terug? Oh, nu gaat hij ineens weer terug. Nou, dat vind ik een beetje een vreemde situatie. Hallo, het is 2 uur 's nachts en dat kind loopt gewoon in zijn eentje buiten op straat. Dat is echt heel vreemd. Oh, trouwens, ik had nog iets heel vreemds. Ik ga het gewoon nu eventjes aan jullie laten zien. Want ik moet dat gewoon eventjes laten zien. Want we hadden natuurlijk... de broer van Noah, dat was Joey Wilson, die is overleden. En die had met Chauvin. Chauvin kennen jullie waarschijnlijk nog wel. Die is dus ook overleden. Maar hun hadden een kind. Genaamd Finn, als het goed is. Volgens mij heette die Finn. Nou, in ieder geval, ze hadden in ieder geval een kind. Maar dat kind woonde dus hier. En dat is nu weg. Like, Chauvin is doodgegaan. En toen is dat kind verdwenen of zo. Maar waar is dat kind heen? Want het staat niet tussen mijn huishoudens. Het woont nergens. Dus waar is het kind gebleven? Weten jullie hoe dat zit? Als de ouders doodgaan, waar gaat het kind dan heen? Want het is gewoon verdwenen. Het klinkt heel stom. Het is gewoon verdwenen. Maar ja, het is wel zo. Dat kind is gewoon helemaal weg. Ik heb echt geen idee waar het is. Dus als iemand weet waar ik dat terug kan vinden, laat het eventjes weten. Want ik snap er niks van. Jay, ik vind het echt niet normaal dat hij zo ver ging lopen. En ik snap ook niet waarom hij het deed. Maar oké, hij is nu weer thuis. Nu is hij super moe. Dus ja... Waarschijnlijk is hij morgen op school ook super moe, maar dat is zijn eigen schuld, want hij loopt zelf weg. In ieder geval, dit was weer de aflevering voor vandaag. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye!